Wij gaan het hebben over duindoorndetectie in de duinen. Ik ben Priscilla. De achternaam die had ik wel wat later dan de vogels, dat dan weer wel. Ik heb thuis twee papegaaitjes en mijn man. Ik ben op dit moment een opleiding aan het doen tot data engineering. Wat ik aan het doen ben eigenlijk op de achtergrond. Een heel proces automatiseren, bezig met data verzamelen. Eigenlijk iets wat heel veel mensen eigenlijk niet zo snel terugzien aan het oppervlak. Jit? Ja. Ik ben Jit Schilperhoort. Ik werk sinds september vorig jaar bij Waterschap Rijn en IJssel als data scientist. Dus het lijkt op wat Priscilla doet. Het is vaak iets dankbaarder omdat mensen ook zien wat je doet. Maar het is natuurlijk niet belangrijker of minder belangrijk. Ik ben in september afgestudeerd in kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En toen eigenlijk in één keer doorgerold naar het waterschap via het DIEP-programma waar Priscilla zo meteen nog wat meer over gaat vertellen. Wel, nou, ik werk nu 3 jaar bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In eerste instantie als medewerker GIS en nu dus dadelijk als data engineer. Nu doet hij het. Hier even een beetje een schematisch plaatje. Wat is nou eigenlijk een data engineer? Wat is nou eigenlijk een data scientist? Data scientist, voornamelijk aan de oppervlakte bezig met data verzamelen. Het uiteindelijke doel van een data scientist om een voorspelmodel te maken van data die we eigenlijk binnen de waterschappen nu gebruiken. Het doel is om meer uit de data te halen dan dat we nu doen. Op deze manier, als engineer, ben ik meer op de achtergrond bezig, wat ik net al vertelde, met het hele automatiseren van het proces. Zorgen dat het model ergens komt te staan, zorgen dat de data op de juiste plek komt en dat uiteindelijk de resultaten ook weer terugkomen bij de gebruikers. DIEP, Jit zei het al net. DIEP staat voor Data Science and Engineering Expert Programma. Het is opgezet door het Waterschapshuis in samenwerking met Royal Haskoning, DAV. Zij verzorgen eigenlijk een cursus van een jaar in dit geval. Waarbij ze dus waterschappen de gelegenheid geven om mensen intern of extern die dan uiteindelijk worden aangenomen bij een waterschap op te leiden tot data engineer of data scientist. Wat wij nu het afgelopen jaar hebben gedaan is eigenlijk eerst een week cursus gevolgd. 4 weken trouwens, heel intensief. Daarna zijn we begonnen aan 2 keer 5 maanden opdrachten. 1 opdracht is deze. Deze hebben we in april afgerond. Daar zijn we 5 maanden mee bezig geweest, 1 dag in de week. Samen met 1 data engineer en 1 data scientist. Dan komen we eigenlijk bij het onderwerp. Als opdracht wilden we graag iets doen eigenlijk met droombeelden. Welke problemen spelen er in een waterschap waar we met drones wellicht een toegevoegde waarde kunnen aantonen? En toen kwamen we eigenlijk bij Duindoorn terecht. In Delfland, we hebben ook een stukje zeewering, dijken daar. We hebben verschillende, in ieder geval het idee is daar om duinen die we daar hebben, die waren in eerste instantie bedoeld om gewoon te fixeren, vast te houden. Het beleid is eigenlijk aangepast. En men zegt nu van, in plaats van dat we de duinen vast willen houden, willen we ervoor zorgen dat het wat dynamischer wordt. We willen ervoor zorgen dat het vanuit de eerste duinenrij naar de tweede duinenrij het zand kan verstuiven en daardoor de duinen mee kunnen groeien met het zeeniveau. Hiervoor is ook deels de zandmotor aangelegd. Even door naar de volgende. Duindoorn is, wat ik heb begrepen, een inheemse soort, maar niet overal gewild. Hij is hij groeit heel veel, iets te veel, waardoor hij ervoor zorgt dat hij er veel zand vasthoudt. Vanuit de provincie wordt er opgegeven om bepaalde delen weg te halen en wij als Delfland moeten dan bepalen welk deel we weghalen in een bepaald aangegeven gebied. Het is dus nu eigenlijk een doel om een balans te vinden tussen wat halen we weg en wat laten we staan. Duindoorn wordt machinaal verwijderd.
om het vervolgens in toom te houden, wordt het deel afgerasterd en wordt ervoor gezorgd voor begrazing, zodat het minder snel teruggroeit. Of eigenlijk het liefst natuurlijk helemaal niet, want de begrazing kan daarop aangepast worden mocht het toch weer te veel terugkomen. Anders moet het weer marginaal verwijderd worden en dat is eigenlijk best wel een groot kostenplaatje. Wat we nu eigenlijk doen is eigenlijk via kartering doen. Nou ja, opties zijn inmeten met GPS, paaltjes plaatsen, maar wij hadden zoiets van, kunnen droombeelden niet van toegevoegde waarde zijn om dit wat nauwkeuriger te doen. Voorbeeldje, dit is eigenlijk ook een soort detectie. Segmentation heet het, de methode. Je kan, er wordt aangegeven wat inhoudt. En wij hadden zoiets van, ja, dit moeten wij toch ook kunnen, alleen dan voor Duindoorn. Dus komen we eigenlijk op het onderwerp Duindoorn herkennen met droombeelden en met behulp van machine learning. Binnen Delftland hebben wij ons eigen droomteam. Hier een voorbeeldje van een aantal collega's van ons die daarmee werken. Daar is een pilot mee gestart een paar jaar geleden. Wij hebben hun hulp gevraagd om een deel van ons duingebied in te vliegen. Waarop op dat moment heel veel duindoorn groeit. Je ziet hier twee beelden. Het zijn RGB-beelden voor degene die dat wat zeggen. Het is rood-groen-blauw licht, visueel licht. Geen infrarood beeld. De ene, de meest linkse, die is van september 2021. Dit is voor het snoeien van het duindoorn. En degene die meest rechts is gemaakt in november. Hier zie je een aantal kale plekken helemaal links onderin. Dat is daar waar duindoorn in oktober is weggehaald. En dit zijn de beelden die we gebruikt hebben om duindoorn op te gaan detecteren. Proces. Het eerste wat er moet gebeuren voordat je überhaupt een model kan trainen om duindoorn te herkennen, is hem te vertellen wat is duindoorn en wat is geen duindoorn. Je ziet hetzelfde beeld terug in vakjes verdeeld. We waren met z'n drieën. Nou ja, duindoorn heeft eigenlijk het kenmerk dat het een beetje broccoli-achtige structuur heeft. Dus wij hebben ons twee volle dagen vermaakt met het inkleuren van broccoli. Dus al die rode plekjes die je ziet, dat is wat wij hebben gelabeld aan duindoorn. Met behulp natuurlijk van domeinexpert. Zit toevallig ook in de zaal. Jaco, bedankt voor je input. Daardoor hebben wij dit kunnen aangeven. Dit hebben we in ArcGIS gedaan. En dit hebben we dan uiteindelijk gebruikt om voor als input. Allereerst moet daarvoor nog wel een soort testset gecreëerd worden. Wat in dit proces gebeurt, is dat je delen van je oorspronkelijke droombeeld gooi je in een proces. Die maakt er allemaal van die hele kleine chips van. Die combineert die met de labels die wij hebben gemaakt. Waardoor je dus sets krijgt van stukjes van hier is wel duindoorn, hier is geen duindoorn. En dat wordt dan de input van je model. En dan geef ik hem over aan Jits. Ja, dankjewel. Dan ga ik verder naar de methode. Priscilla noemde dat even. Wat we gebruiken is semantic segmentation. Er zijn enorm veel begrippen die we gebruiken, die vaak als buzzwords worden gebruikt. Nou ja, hier heb je nog eentje. Wat semantic segmentation doet, is voor elke pixel op een afbeelding vertellen tot welke klasse die pixel behoort. Dus als je het plaatje rechtsbovenin ziet, dan zie je een rood vlak en een blauw vlak. Het rode vlak is in dit geval, ik denk een hond, en de blauwe schapen. En dat is dus wat wij met de duindoorn willen gaan doen. En dan hebben we het eigenlijk nog makkelijker, want we hebben maar één klasse, namelijk duindoorn. En alles wat dat niet is, is simpelweg geen duindoorn. Nog een belangrijk onderscheid hiermee is instance segmentation, wat je rechtsonder ziet. Waarbij je niet alleen de pixels klassificeert naar een klasse, maar ook nog tot een bepaald object. En dat is in ons geval niet per se nodig, omdat we zijn niet geïnteresseerd in tot welk bosje duindoorn een pixel behoort, maar gewoon in het algemene zin waar de duindoorn groeit en hoeveel we ervan hebben.
Nou, een voorbeeld van het model, hoe die een stap doorgaat, is dus, we hebben die image chips die Priscilla al beschreef, die worden gevoerd aan het model. En het model zegt vervolgens, dit is wat ik ervan denk. En dan krijg je dus een plaatje met pixels met twee waardes. De ene waarde die Duinorm vertegenwoordigt en de andere waarde die geen Duinorm vertegenwoordigt. In dit geval Duinorm oranje. En dan vervolgens hebben wij natuurlijk ook de absolute waarheid, waarbij nog een kanttekening moet worden geplaatst dat de absolute waarheid is wat wij hebben aangemerkt als Duindoorn. En dat is in dit geval, en die kan het model dan vervolgens ook gebruiken. Hoe die dat gebruikt, kom ik straks nog even op terug. Volgende buzzword, we gebruiken een deep learning model. We hebben het ook over machine learning gehad en AI. Wil ik nog even iets dieper op ingaan wat... hoe ik het verschil zie tussen deep learning en machine learning. Deep learning is een subset van machine learning. Waarbij machine learning eigenlijk op basis van features leert. Dus als je bijvoorbeeld een dataset hebt en je wil bepaalde datapunten klassificeren als een hond of een kat. Wat een veelgebruikt voorbeeld is. Dan zou je bij iets wat wel machine learning is, maar geen deep learning, zou je bepaalde features geven. Dus je zou zeggen, dit datapunt heeft puntige oren. Het dier weegt 3 kilogram en het heeft een korte vacht bijvoorbeeld. En dan zou die op basis van die features zou die een klassificatie moeten leren. Waarbij als je een deep learning techniek gebruikt, je hem die features niet meer zelf hoeft te vertellen. Dus wat je eigenlijk doet is je geeft hem alleen nog maar ongestructureerde data. En dat kunnen bijvoorbeeld plaatjes zijn, in het voorbeeld dat wij gebruiken. En dan verwacht je dat het model in de diepere lagen impliciet zelf die features leert. Het hoeft niet eens specifiek features te zijn op basis waarvan wij mensen het herkennen. Maar in ieder geval verwacht je dat je dat ergens tegen zou komen. Die diepere lagen, hier heb je een voorbeeld van een deep learning model en met de diepere lagen. Zoals je ziet heeft dit model een U-vorm. En vandaar dat dit ook UNet wordt genoemd. UNet is momenteel, voor zover wij hebben kunnen achterhalen, de standaard eigenlijk binnen image segmentation. En vandaar dat wij daarvoor ook voor hebben gekozen. Het fijne is wel, tegenwoordig hoef je niet meer zelf dan regel voor regel de code te schrijven om het model in elkaar te zetten. Maar kan je in Python simpel een library importeren waarbij dat model al lang is geprogrammeerd door honderden andere mensen die er nog veel meer verstand van hebben dan wij. En wat je dan alleen nog moet doen eigenlijk is de juiste parameters meegeven en de computerkracht leveren om het model te trainen en de data natuurlijk. Dit is geloof ik ook al even genoemd, de trainset en de testset. Daar wil ik nog even op terugkomen, want ik denk dat het een belangrijk onderdeel is. Dit is de data van november, geloof ik. Het zou ook september kunnen zijn. Dit zijn 4 vlakjes waarop wij hebben ingetekend. En wat we doen is, we maken een split tussen die vlakjes. Tussen data die het model wel te zien krijgt en data die het model niet te zien krijgt. En het is heel belangrijk om die data die in de testset zit, dat het model die ook echt nooit te zien krijgt. Dus dat het model op geen enkele manier kan leren van de testset. Wat je dus wil doen is zo goed mogelijk de trainset leren. En dan om vervolgens erachter te komen of je model echt heeft geleerd wat Duinorm is of wat niet. Of dat hij gewoon simpelweg de dataset heeft geleerd is om vervolgens de kracht van het model te testen op de testset. Komen we op een veelgestelde vraag aan een data scientist. Dus hoeveel data heb je nodig? Dan is het antwoord bijna altijd meer. Je hebt zeker voor dit soort opdrachten heb je eigenlijk nooit genoeg data. En vaak hangt hoe goed het uiteindelijke product wordt meer af van hoeveel data je hebt of hoe goed je data is dan van hoe goed je model is. Hier is een trucje voor. Wat Priscilla ook al noemde is, we hebben dus al 2 volle dagen met z'n 3 besteed aan het labelen van data. Dus om meer data te hebben moet je ten eerste meer data invliegen, wat heel duur is. Moet je het ook nog allemaal gaan labelen en er zit ook een bepaalde limiet aan natuurlijk. Hiervoor hebben we een trucje gebruikt, dat heet data augmentatie. Wat je dan doet is eigenlijk kunstmatig extra data toevoegen aan je dataset. En wat je dan vooral doet is de variatie binnen je dataset zo groot mogelijk maken eigenlijk. Een voorbeeld wat je kan doen is het horizontaal spiegelen van je plaatjes. Het is wel belangrijk dat je dit alleen doet als je data ook daadwerkelijk symmetrisch is. In het geval van Duindoorn vonden we dat wel redelijk. Je kan bijvoorbeeld bedenken, als je bijvoorbeeld tekst wil klassificeren, dan kan je niet zomaar je data gaan spiegelen, want dan betekent de tekst niks meer.
Je kan bijsnijden. Dus dan kan je kijken als een bosje duindoorn ergens op een vreemde plek is bijgesneden. Herkennen we het dan nog? Draaien en verschuiven. De helderheid aanpassen, dat is voor ons ook een belangrijke, omdat we werken met natuurlijk licht, zonlicht. Dus dat kan op verschillende dagen en verschillende momenten, op dezelfde dag zelfs, kan dat natuurlijk verschillen. Het vervagen van de data of het contrast aanpassen. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van argumentatietechnieken die wij hebben toegepast op onze data. Dan het trainen van het model. Het is eigenlijk heel simpel. We voeren afbeeldingen aan het model. Dat zijn dus die chips van 512 en 512 pixels. Vervolgens geeft het model daar een output bij. Wij corrigeren het met onze absolute waarheid. En dit doen we net zo lang tot het model niet meer beter wordt. Ik heb nogal wat leuks om jullie even kennis te laten maken met... eigenlijk is dit image classification. Dus als jullie naar deze link gaan, dan kunnen jullie daar... eigenlijk een algoritme dat Google heeft getraind testen. Wat je daarop kan doen, is je kan zelf gaan tekenen. En terwijl je tekent, maakt het model een voorspelling op wat hij denkt dat jij aan het tekenen bent. Je krijgt eerst een prompt van wat hij wil dat je tekent. En dan vervolgens leer je misschien eigenlijk wel hoe goed je kan tekenen. Misschien is dat er daar nog het beste test voor. Dus als je het leuk vindt, ga even naar deze link en kom erachter hoe het werkt. Dus wel een belangrijk onderscheid. Het zijn hele vergelijkbare technieken met die wij gebruiken. Maar dit gaat dus puur om classification. Dus je geeft hem een plaatje. En wat hij zegt is, ik vermoed dat dit op het plaatje staat. Dus in het geval van, dit heeft iemand een bijzondere arm getekend met een pijltje ernaartoe. En dat wordt dan een elleboog. Hier een voorbeeld, een stoof. Dat is hem dan niet gelukt om te herkennen. De vleermuis is ook niet gelukt. Aardwassen lijkt dan weer makkelijker te zijn dan een stoof. Dat is ook interessant. Maar goed, het is leuk om even naar te kijken. Als je wil, kan je er ook thuis even naar kijken. Ieder geval mensen druk bezig zijn. Wil je het een beetje herkennen? Nee? Dat is het model niet goed getraind, denk ik. Een vierkantje hoor ik. Kijk. Maar hij leert, hij zegt ook ondertussen dingen wat je op dat moment tekent. Hij doet constant een herkenning op wat je aan het tekenen bent. Ja. Netjes. Volgens mij is het ook zo dat hij alles wat je tekent, dat hij dat dan ook weer gebruikt om verder zijn model te trainen en ervoor te zorgen dat hij dan Grappig is ook wat Google ook onder andere doet met die CAPTCHA-plaatjes. Als jij moet vertellen wat stoplichten zijn, dan leert hij jou daar ook weer op van. Dus dan ben je eigenlijk ook aan het werk voor Google, wat we nu ook aan het doen zijn. Dat lijkt me een ontzettend goed idee. Ja. Ook wel iets wat mensen heel graag willen, dus dan kan je ook wel een paar CAPTCHA's doen, denk ik. We gaan door naar de volgende. Volgens mij geef ik hem nu weer door aan Priscilla. Goed idee. We hebben dan nu een getraind model. We hebben data, maar hoe gaan we dit nou uiteindelijk gewoon vormgeven als dat daadwerkelijk bruikbaar en dat het ook gewoon daadwerkelijk blijft runnen op de achtergrond? Eerst één dingetje over het trainen van het model. Binnen Delfland hebben wij een eigen werkomgeving. Die is vrij beperkt in zijn capaciteit. En we kwamen er eigenlijk al snel achter dat het trainen van een model, dan gaan natuurlijk al die stukjes droombeelden in, images, en gewoon überhaupt het trainen, dat gaat natuurlijk meer dan één sessie overheen. Dat kost gewoon zoveel rekenkracht dat gewoon binnen onze omgeving gewoon niet te doen is. Het beste is om eigenlijk vanuit te gaan dat je een GPU gebruikt.
Dat gaat gewoon eigenlijk 10 keer sneller dan als je op CPU-kracht zit. Binnen Delftland hebben we eigenlijk geen GPU, geen grafische kaart waar dit op kan. Dus zijn we eigenlijk overgestapt op een cloud-omgeving om het daarin het model te gaan trainen. Kom ik zo nog even op terug. Ik weet niet of... hoe... Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, in principe bevat beschikt S3 ArcGIS ook over een zogeheten Image Analyst licentie. Die hebben wij binnen Delftland niet. Maar die heeft ook deep learning, machine learning technieken. Ik weet niet hoeveel rekenkracht die nodig hebben. Maar ik ga ervan uit dat je daar waarschijnlijk ook een aparte machine voor nodig hebt. Ik weet dat voor de verwerking van de dronebeelden wordt Drone to Map gebruikt. Dat staat niet binnen onze omgeving. Dat wordt op een aparte laptop omgeving gedaan. Omdat het anders gewoon niet te doen is. Voor dit waren we eigenlijk gewoon op zoek naar een oplossing die we wel binnen onze omgeving kunnen zetten. Waar we niet allerlei aparte machines en dergelijke voor nodig hebben. Ook gewoon als leerdoor voor ons. Om binnen onze cursus ook eens te kijken wat zijn de mogelijkheden binnen de cloud. En in dit geval dan Azure. Ja. Is dat wel jouw doel uiteindelijk ook om binnen Delftland, misschien ook breder ook binnen de waterschappen, wat stevigere machines ervoor te gaan gebruiken en ook grotere resolutie imagery misschien ook? Naar ons idee is dat wel de toekomst. Meer met satellietbeelden, meer met dronebeelden. Hier ook al gehoord eigenlijk gewoon op deze dag. Je ziet het steeds vaker. Dus uiteindelijk wil je wel toe naar iets waar je dat ook kan gaan gebruiken. Want het heeft denk ik wel echt een toegevoegde waarde. Al is het niet voor alles, maar wellicht wel voor specifieke doeleinden zoals dit of wellicht de schouw. We hebben uitgebreide grote voetbalvelden. Misschien is dat ook een mooi iets om elkaar te gaan brengen. Ja, zeker. Kom vooral met ideeën. En ik vind het leuk om ook te zeggen dat we tijdens die cursus werken we nu met 14 waterschappen en 1 onderzoekslab, Aquon, werken we eigenlijk samen. En bouwen nu eigenlijk een heel netwerk op met alle waterschappen, data engineers en data scientists. En die gaan we ook zeker ook na de cursus nog gebruiken om informatie uit te wisselen. En zeker om ervoor te zorgen dat we niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Dus ik denk dat we... Ja, leuke stappen kunnen zetten. Even terug op stukje cloud. Ik weet niet hoeveel mensen daarmee bezig zijn op dit moment. Dit geeft eigenlijk een beetje een schets wat eigenlijk de voordelen is van de cloud. Links is eigenlijk gewoon alles op je eigen machine. Je hebt eigenlijk alles wat je zelf moet managen. Van je service tot en met je applicatie. Ga je verder naar rechts, zijn eigenlijk de mogelijkheden... die je ook in de cloud krijgt om dingen uit handen te gaan geven. Helemaal rechts zit je bijvoorbeeld op Office 365. Daar maakt iedereen wel gebruik van volgens mij. Dat is een zogeheten software as a service. Wij hoeven er niks mee te doen. Al het management ligt bij Microsoft. Binnen Azure heeft nog veel meer producten. En waar wij ons focussen is eigenlijk een beetje tussen infrastructure as a service en platform as a service. Die producten, dat is een beetje wat wij nu proberen te gebruiken. Dat wij ons meer kunnen focussen op de applicatie en de data. En de rest van het beheer eigenlijk in dit geval bij Microsoft ligt. Zodat wij niet meer de focus hoeven te leggen op patches installeren of een stukje security. Dit is eigenlijk een beetje het beeld qua architectuur. Hoe het... eruit zou moeten kunnen zien. Links eigenlijk de stap hoe het nu gaat. We vliegen met een drone in. Het wordt op een aparte PC in ArcGIS Drone to Map
gezet. En wat we dan eigenlijk willen doen is alles, de rest, naar Azure verplaatsen. Jit heeft gebruik gemaakt van Azure Machine Learning om zijn model in te trainen. Is een cloudomgeving van Azure. Kan je zelf aangeven hoeveel GPU je nodig hebt. En die gebruikt hij dan alleen maar op het moment dat je die ook daadwerkelijk nodig hebt. En daarna zet je het weer uit. Azure Synapse Analytics, dat is ook een onderdeel van Azure. Daar kan je data in zetten. Daar kan je ook een connectie mee maken met je model in Azure Machine Learning. En je kan daar ook uiteindelijk weer je resultaten in neerzetten. En het is eigenlijk een platform wat voor mij als data engineer ook de mogelijkheden geeft om het proces te automatiseren van een stukje data binnenhalen tot het model activeren, tot vervolgens de resultaten weer ergens naartoe pushen. We zijn nog in onderzoek wat de beste optie is om dat vervolgens dan weer terug te linken aan ArcGIS. Omdat onze gebruikers toch wel graag binnen ArcGIS Pro werken. En dat eigenlijk ook gewoon een goede software is om je data eigenlijk in te visualiseren. Jits, wil jij iets vertellen over machine learning? Laat vooral even weten als dit te diep gaat, want dan skippen we er gewoon even langs. Dat moet lukken. We hebben dus Azure Machine Learning gebruikt. Priscilla ging er net al even langs over dat we grafische kaarten nodig hebben om op te trainen. We hebben een eerste test gedraaid op onze eigen laptop, wat een redelijk gemiddeld tot bovengemiddelde laptop is. En toen, na 12 uur, was er nog nul progressie. Dus daar kwamen we achter dat dat niet haalbaar was. Ik weet dat in Wetterskip zijn ze van plan om een echte machine learning computer aan te schaffen. Maar dat, daar hebben wij niet voor gekozen. Dat was ook niet gelukt binnen het project, moet ik zeggen. Maar de gebruik maken van de diensten die Azure biedt. Ook als leerproces voor zowel het waterschap als voor ons. Hoeveel kost het nou eigenlijk als we hiermee bezig gaan? Wat is er mogelijk? En hoe fijn werkt het? Bij Azure Machine Learning is het wel handig. Of in ieder geval in het geval van ons. Je kan ervoor kiezen hoeveel je zelf doet en hoeveel je uitbesteedt. We hebben voor veel zelf doen gekozen, dus wij schrijven eigenlijk al onze code schrijven wij nog lokaal. Dus we hebben gewoon Python scripts die wij lokaal maken, die het model beschrijven, die beschrijft waar de data staat. Die data staat al wel bij Azure opgeslagen. Vervolgens als wij de code klaar hebben, dan zeggen wij, stuur jezelf naar Azure toe. Dan wordt die code naar Azure verstuurd en die wordt daar gedraaid. Binnen die omgeving selecteer je ook gelijk hoeveel computerkracht je denkt nodig te hebben. Dus je selecteert bijvoorbeeld dat wij zeggen dat we grafische kaarten nodig hebben. Daar zit een enorm verschil tussen. We hebben eigenlijk nog voor de goedkope optie gekozen. Maar dat kan heel schaalbaar zijn en dat kan ook enorm uit de hand lopen als je echt enorme modellen gaat trainen. Wat ook wel bijkomend voordeel is dat hij automatisch elke keer als jij een test aanzet, dat hij ook bijhoudt wat jouw test heeft gedaan. En dan kan je weer teruggaan naar een oude test en kijken van welke code had ik hier ook weer aangezet, met welke parameters en wat waren de resultaten toen. Die heeft hij dan in een mooi overzichtje en daar kan je dan elke keer weer naar terugkijken als je wil. Dankjewel. Een stukje over de kosten. De kosten vallen mee. Daar kunnen de meningen misschien nog over verschillen, maar wij zijn in totaal voor dit project, zoals je hier ziet, een €66 kwijtgeraakt. Dat kan erger, zeker als je de GPU-prijzen van tegenwoordig ziet. Zoals je ziet, zitten een paar spikes in die grafiek en dat zijn gewoon de dagen waarop we getraind hebben. Dus het is ook, het kost vooral geld als je het daadwerkelijk gebruikt. En dan komen we met de modellen die wij hebben getraind tot zo'n €10 per dag hooguit. Ja. Nee, dat is inderdaad ook. We hebben de verwerking tot chips, dus tot de vlakjes van 512 en 512, hebben we lokaal gedaan. En die chips hebben we vervolgens in de cloud gezet, dus die stap zit hier niet bij. Resultaten. Er is nog een stukje over hoe meet je nou hoe goed dit model werkt. Ik heb hier even een voorbeeldje gemaakt. We gebruiken de DICE-loss.
Als je dat gele en blauwe vlakje ziet, dan kan je dat zo zien als het gele vlakje is wat wij hebben ingetekend. Het blauwe vlakje is wat het model zegt. Daar zit een bepaalde overlap tussen en dat is het grijze gebiedje. Nou, dat is niet heel groot in dit geval. Als je het oppervlakte daarvan neemt en dat deelt door het totale oppervlak, of de oppervlakte vermenigvuldigd met 2 en deelt door het totale oppervlak van beide gebiedjes, dan kom je tot de Dice score eigenlijk. En als je 1 min dat doet, dan heb je de Dice loss. Dat is een loss, die wil je zo laag mogelijk krijgen. En die is dus 0 als ze 100% overeenkomen. Heb ik wat grafiekjes van de modellen die we hebben getraind. Het blauwe lijntje is de traindata en het oranje lijntje is de testdata. Dus hier zie je hoe goed hij daarop doet. Wat hier vooral uit opvalt, denk ik, is dat hij op de data van september, dat hij op de testdata een beetje afvlakt vrij snel, een beetje constant blijft. Dus hij lijkt niet heel, heel sterk te generaliseren na het begin. Terwijl hij bij november wel afzwakt na het begin, dus die generaliseert een stuk beter. Een belangrijke opmerking hierbij is dat de data van september in een lagere resolutie is gevlogen dan die van november. Dus dat zou een van de verklaringen hiervoor kunnen zijn. Geef ik hem nog even aan jou. Dit is uiteindelijk wat er uitgekomen is. Boven zie je eigenlijk de afbeeldingen deelden vanuit uit september. Ik hoop dat hier niemand kleurenblind is. Ik begreep van een collega dat hij hier niet heel veel wijs uit kan worden. Even kijken, je hebt het blauw, dat is wat wij gelabeld hebben als Duindoorn. Het geel is wat het model gelabeld heeft als Duindoorn. En paars is waar ze beide zeggen, dit is Duindoorn. Wat opvalt bij september is dat je best wel een heel... paars is best wel gestructureerd en geel... Eromheen, je ziet dat het model toch net iets grover heeft gelabeld. Terwijl je bij november zie je dat het eigenlijk veel dichter bij elkaar zit. Minder grote vlakken op hetzelfde gebied. Je ziet ook eigenlijk heel goed dat die andere vegetatie er wel uithaalt. Hij zal nooit zand detecteren als duindoorn, even als de volgens mij is het helmgras. Dat neemt hij ook niet mee als duindoorn. Dat zijn dan waarschijnlijk meidoorn, Jacob, geloof ik. Vlier, kijk. En dat lijkt wel echt heel erg duindoorn. Dus dat je hier ziet, we hebben dat niet ingetekend, maar daar ook niet dan. Dat is wel interessant om te kijken. Dus hier zie je eigenlijk ook terug wat Jits net vertelde. Is dat november is gewoon net iets nauwkeuriger, iets gedetailleerder. Gewoon omdat de resolutie hoger is dan die in september. Mag ik hem doorklikken? Volgens mij komen we dan bij het einde. Wat eigenlijk de conclusie was uit ons hele project is dat wij er eigenlijk wel van overtuigd zijn dat je met machine learning en duindoorn kan herkennen op droombeelden. Wel met de kanttekening, zorg voor de juiste beelden, zo veel mogelijk in de hoogste kwaliteit. Als je het hebt over vegetatie detecteren, hou dan ook rekening mee met seizoensvarianten. Wij hebben nu vooral gekeken naar één seizoen, september, november. Ik kan me voorstellen dat als je nu in het voorjaar zou vliegen, dat het er weer heel anders uitziet. Dus dan zou je eigenlijk een model per seizoen moeten trainen. Daarnaast kunnen we eigenlijk ook best wel een hoop zelf. We kunnen zelf de drones vliegen, we kunnen zelf het algoritme ontwikkelen en in principe de diensten van Azure gebruiken om het model te trainen en te runnen. Vervolgstappen eigenlijk zijn om eigenlijk weer opnieuw hetzelfde gebied in te vliegen, om te kijken van hoe is het veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zijn we plan om dat te doen en om dan dit model nog een keertje te testen en dan te kijken wat de resultaten zijn in verhouding met vorig jaar. Voor de rest, voor de hele Azure Cloud omgeving, zeker voor het trainen en het runnen van een model eigenlijk heel handig.
En voor uiteindelijk het opslaan van beelden en het uiteindelijk weer terugkloppen naar ArcGIS, daar loopt nog wel onderzoek naar om te kijken hoe dat zo praktisch en ook eigenlijk zo financieel aantrekkelijk mogelijk kan. Dus dat was onze presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. Als er nog vragen zijn, dan ga je gang. Ik zag een handje. Ja, dat is eigenlijk nog iets wat dan moet blijken in vervolgstappen. Ik weet niet hoeveel jonge planten er in dat gebied toen stonden, toen wij wat wij nu hebben gedetecteerd. Ik weet niet of Jaco daar... Ja, wat Jaco inderdaad zegt, is inderdaad eigenlijk wel een goed idee om dan echt te gaan labelen alleen om kleine planten die aan het model toe te voegen, zodat hij ze allebei kan herkennen uiteindelijk. Ja. Ja. Groot was de diversiteit van de planten in het oefenen. Ik zie dat het allemaal cluster van ontwikkeld in het Duindoorn. Dan zou je ook uitzien dat het Duindoorn solitair zou moeten herkennen. Want het lijkt me dat er toch wel wat moeilijk op gaat. Ja, wat je wel ziet hier in de data van november, dan heb je wel van die gebieden waar er echt wel ruimte tussen zit, waar echt losse bosjes duinen staan. En met deze resolutie dan lijkt hij daar wel een onderscheid in te kunnen maken. In de september lukt dat niet echt. Wat hij daar gewoon doet is gewoon echt gebieden aanmerken. Eigenlijk als hier ergens binnen kan je duinen vinden. Maar die losse bosjes, het lijkt hier lijkt hij er wel redelijk uit te halen. En je zei iets over de diversiteit van de begroeiing. Ja. Ja. Dat zou lastiger zijn, ja. Maar aan diversiteit, ja, je hebt af en toe bosjes tussen zitten, hier zo bijvoorbeeld en hier zo, die er wel uithaalt. En dat is dus vlier of meidoorn vaak. En dat is, dat is bijvoorbeeld andere vegetatie die ertussen staat. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het is moeilijk te zien. Daar hebben we Jacob voor eigenlijk als domeinexpert om ons te vertellen of het inderdaad klopt dat hij iets wel of niet aanmerkt als duindoorn. Of dat toch wel waarschijnlijk iets anders is. En dat is volgens mij wel de voornaamste diversiteit. Van wat, dat doet het ook op basis van wat jullie klassificeerd hebben. Stel dat het divers is, maar jullie zeggen dit is meidoorn. Dan gaat het als meidoorn herkennen natuurlijk. Ja, dat hopen we wel, ja. Ja. Dus jullie klassificatie is eigenlijk... Ja, hebben we daar wel bij als voordeel dat we dus met z'n drieën gelabeld hebben. Dus wij twee met nog een collega van Priscilla van Delfland. Dus dan zit in ieder geval, als daar een bias in zit, dan is hij in ieder geval nog gespreid door drieën. Maar dat is zeker. Het is eigenlijk inderdaad wat je leert, is niet wat is duindoorn, maar wat denken wij dat duindoorn is. Ja. Sorry, nog een keer. Dat hij denkt niet van, ik zie een duinboom cluster. Dus bij twijfel, het plantje dat er dichtbij staat, zou bij twijfel ook duinboom moeten zijn.
Dat zou goed kunnen dat dat wel een grotere kans geeft, inderdaad. Als het naast Duindorn staat, dat het dan ook als Duindorn wordt geclassificeerd. Maar ja, nogmaals, er zitten wel wat bosjes tussen van andere soorten, waarbij het wel lukt om het te isoleren. Het lijkt wel mogelijk te zijn. Ja. Heel erg bedankt allemaal.